schiet er niet even uit. Hij komt, hè.
zit zo aan vol. Tijdens de dingen, hè, moest die erop lopen. Oh. Ja. Kom op, man. Nou, dat is 27. Kom op. Come on, eh? En hier hebben we nummer 126 van Niels van der Heijden, die wij zullen bezoeken. Dan even kijken wie wordt hier momenteel nummer 2. En dat is inderdaad de nummer 128. De 128 is er vanaf Niels. Hij wordt achterna gezeten door Jordan Warrier. Het nummer 88. Dus dan gaan we even kijken. Nummer 154 is volgend daarop. En dat moet uiteraard nog een aantal rondes gereden worden. Zo zie je ook het nummer 91 van Sela, Peter Janssens. Hier hebben we ook het nummer 90 dat ons voorbij komt. En nummer 90 is Sam de Loof. Hier hebben we dan een groepje van 3. Dat bestaat uit het nummer 121, 98 en 84. Nou, kijk, het nummer 98 is dat van Karel Meijers. En hier hebben we nummer 78 dat in achtervolging is van Alfons Schouwbergs. Nummer 109 zit hier ook in de running. Dat is Erik Beijens. Nummer 89 passeert ons hier in. Dat is Bart Meijmans. Dan hebben we nummer 132. 132 is dat van Peter Elens. En op die manier komen ze op een enorm lint voorbij de finish gereden. Zo gaan ze allemaal starten aan hun volgende ronde. Hier hebben we een lokale rijder
natuurlijk nummer 281 dat wij voorbij zien rijden. Nummer 281 is dat van Seppe van Kampfort. Hier hebben we dan nummer 142, gevolgd door nummer 716. Dan zien we hier ook alle nummer 127. Nummer 127 is van David Koppejans. 387 komt erbij en dat is Six Horse. We horen ze hier allemaal een hoge verzet nemen, opnieuw op die pedalen gaan staan en in snelheid te verhogen. En zo opnieuw hun volgende ronde te starten. Hier nummer 146 en 108 voorbij komen, als ook nummer 648. Bijvoorbeeld hier van Daal met nummer 594, de finish hier. En wanneer zijn nu de finish passeert, dienen er nog 200 gereden te worden. Tegen het Europees grondgebied zullen we hier starten op het Europees kampioenschap BMX in 2020.
morien is, hè? Hé? Dat is de morien. Hoi. Thank you.
is die boos. Moet je gewoon weer afhalen. Dus die gaan we gewoon afhalen. Gaan ze maar afhalen en gaan ze niet onder elkaar kopen. Als er niet... Thank you.
zijn. 287. Dus al die mensen die over de pensioen. Nummer 400 zie je hier even verschijnen. Dat is het nummer 4 van de wijkkade. 459. Ja, dat is heel erg.
Dan ligt het misschien al. En op die manier over de finish te gaan. Dus zes ronden in totaal. We gaan meteen de tweede avond afhasselen zijn. We gaan kijken wie dan daar zometeen op die eerste plaats gaat. Is dat nog steeds nummer 25? Of zal dat een andere nummer zijn? Even moeten afwachten. We gaan kijken wie dat daar als eerste uit de bos draagt. Uiteindelijk een kunstwerk en altijd een kantoor, een kunstwerk op de baan.
de eerste auto gaat vier zijn. Er gaat dan achteraan de startbeugel zijn. Nou, er gaat al twee zijn. Achter die startbeugel van het Rijmix van Goen. En vooraan de nummer 2, nummer 3, op de bos draaien. Ze gaan zo meteen schrijven. Oké, hier zijn ze dan, onze nummer 1, 2 en 3 van de C-klasse. Dit zijn wel de juiste renners zonder dat hesje. Nummer 1, 2 en 3 van onze C-klasse draaien momenteel het pumptrek parcoursje op. Ze gaan kijken wie dat deze renners zijn. Ze zijn momenteel een groepje van 3. Nummer 4 staat een klein stukje achteraan, maar deze gaan het zeker voor elkaar krijgen om nummer 1, 2 en 3 bij te treden. Dan gaan we kijken wat deze achter de starter uitkomen, wie dat daar op die eerste, tweede, derde plaats staat. Zodat we even geduld hebben, maar even wachten kijken naar de nummers op de fietsen, om te weten wie nummer 1, nummer 2, nummer 3 is. Gaat het ook zo blijven voor de volgende ronde? Of gaat het nog allemaal veranderen, wisselen? We gaan moeten afwachten. Maar eerst vooral kijken wat deze ronde brengt. We gaan zien wanneer dat ze achter de startheuvel uitkomen, wie dat op het eerste plaatsje rijdt momenteel in die C-klasse. En wie zit daar? Dat is nummer 67. Dat is de eerste verandering. Dan zien we nummer 87, 75, 145. Nummer 87 is Mario Vrijt. En dan hebben wij Beuta, Daniels en Sergius in achtervolging. Mooi deel op de eerste set. Dat is nummer 67. Op de Dekkers. Hier zien we elkaar in de 37 en nummer 60 passeren. Nummer 37 is Patrick van Loo. Nummer 64 is dat van Sam van Loo. We hebben ook nog nummer 54 van Stijn Wouters, dat de voorrij rijdt. We hebben nummer 569. Zijn ons voorbij hier aan de kantine. 569 voor toe aan Hakker de Weersman. Hier zien we ook nog nummer 36. 36 is nummer van Daniel Schooi. Op die manier hebben we toch wel meer dan 10 die mensen voorbij komen hebben aan de finishlijn. Zo hebben we hier nummer 703 is Peter Willemsen. Hier hebben we nummer 81, 645 starten voorbij gaan. Dan hebben we nummer 72. Zo hebben we al de kussen nummer 49. De volgende is 612. We zijn er ook nog bij rijden. De rechte lijn aan de kant. We hebben nummer 61. De volgende 36. 69 is nummer van Muiden-Stalin. Nummer 608 passeert ons hier eveneens. Aan de kant van de kant is nummer van Tony Roeders. Hier hebben we dan de nummer 50, dat is voorbij. Dat is Roos van Manen. Dat is Thomas van de Zweetaart. Dan zien we de volgende nummer, dat is nummer 82. En dat is Dennis Seelen, die hier op de pedaal voorbij de kantine rijdt. Thank you.
En hier tot bij de finish komen. Ze zijn momenteel met 3
zou je dat volgen aan de volgroep liever. We gaan kijken wie het momenteel op die eerste, tweede en derde set heeft. Dus we gaan kijken wie het momenteel als eerste rijdt. We gaan even geduld hebben tot wanneer we achter de startberg van het parcours uitkomen. En op die manier via de finish de kantine voorbij rijden. En dan zo gaan wij ook weten wie er momenteel de 1, 2, 3 plaats zijn van de C-klas. Nummer 67 van Rob Dekkers op die eerste plaats. Nummer 87 van Mario Breit op die tweede plaats. En momenteel nummer 75 van Teun Daniels op die derde plaats. Nummer 125 van Willem straks bij hen de toekomst aangeven die wij momenteel nog niet verschijnen over de finishlijn. Met deze woorden gezegd zijn we, draait hij over de finishlijn. En gaat hij zijn achtervolging inzetten op de koploper. Hier zien wij de nummer 125 van Teun Daniels gevolgd door het nummer 70 van Axel van Broekloven. Hier zien we dan ook nummer 33 van Paul Daan zo komen, gevolgd door nummer 37 van Patrick de Gouwe. En nummer 67 van Malone. Het nummer 569 komt hier ook voorbij gereden. En dat is het nummer van Hakan de Meersman. We zien hier ook nummer 44. En dat is het nummer van Dirk van Dijk. Het nummer 297 wat we zo net zagen is Michel de Bakker. Nou, we even kijken wie daar de achtervolging heeft. En dat is het nummer 703. Het nummer 703 is Peter Willemsen. Hij wordt gevolgd door het nummer 388. Het nummer 388, dat is het nummer van Karel Peters. Zo zien we dan het nummer 66 hier verschijnen. Het nummer 66 is Jarno van der Velde, gevolgd door het nummer 612. 612 is Robbie Lodewijks. Dan komt het nummer 789. Van nummer 72 is deze, nummer 82 is Zitter Moerwijks. 6, 4, 5, 8, 1. Dan hebben we hier het nummer 432 die voorzichtig de rechte lijn aan draait. Gevolgd door nummer 645. Dan hebben we nummer 81. Nummer 81 is Julie Adams. 7, 8, 1. Hier zien we nummer 69 van Karen Muijers. Nummer 71 komt hier ook voorbij hier. Dat is Björn Goppa. Hier zien we nummer 467 verschijnen. 451 komt voor de 608. 428 komt voorbij als ook 49 van Zanten Fred. Hier hebben we nummer 353, dat is het nummer van Jorre Peters. Nummer 77, dat is de fiets en de rijder Thomas van Zweegeld, gevolgd door nummer 50. En dat is Roos van Manen. Hier zagen we zo net ook het nummer 306 David de Baas. Op die manier hebben zij ten allen meer dan de helft van de wedstrijd reeds gereden. Zij hadden in totaal 6 ronden te rijden. Dan gaan we kijken, hier hebben we dan de volgende rijder die bij ons aan de finish aan de kantine passeert. Nummer 82. Dat is het nummer van Dennis Seelen. Thank you.
Ja, ik wacht nog een beetje, ja. Maar ik heb vandaag heerlijk veel pijn, dus ja. Daarom, ik ben een beetje een pingel vandaag. Ja. Dus we hebben nog steeds een ronddekkers op die eerste plaats, gevolgd door Mario Verheid.
En dan komt de Teun Daniels op die derde plaats. Dan zijn we wachten op nummer 125 van Stef Thiels. Heeft hij de achterstand kunnen verkleinen of is hij een beetje verbroken? Wij gaan hier over de finish. Nee, hij is er al nummer 70 over de finish. En dat is Axel van Broekhoven. Hij wordt gevolgd door nummer 125. Zij verzetten hun verzet en gaan op die pedalen staan een snelheid verhogen. En dan hebben we uiteraard de nummer 125 gezien van Stafford Fields. Dus momenteel nog steeds op de eerste plaats voor Rob Dekkers. Hier zien we zo net Paul Daams met de nummer 33 voorbij komen aan de finish. Zo hebben wij hier het nummer 569 gevolgd door de 37. Het nummer 569 is Ivan de Meersman. Hier zitten we dan nummer 36. En nummer 36 is dat van Danny Schrooien. Hier zien we ook nummer 44 van Dirk van Dijk. Dirk van Dijk wordt gevolgd door nummer 297. En nummer 297 is dat van Michel de Bakker. Hier zien we nummer 703 verschijnen. Het nummer 703 is dat van Peter Willemsen. En dan hebben wij het nummer 388. 388 is Stella Peters die er voorbij rijdt. Dan hebben we het nummer 612. Dat is Robbie van Lodewijk. Zij wordt gevolgd door het nummer 789. En dat is Moreet. Hier zien we dan een nummer 72 verschijnen. Nummer 72 is van Patrick Aerts, gevolgd door nummer 66. Nummer 66 is dat van Jarno van de Velde. We zien hier nummer 432 voor zich op de bochtafdrijden. En het nummer 432 is dat van Guy van de Weijen. Dan hebben wij hier het nummer 483. 483 is Peter Kuipers. We hebben nummer 645. 645 is Nico Gijssen. Gevolgd door nummer 608 en dat is nummer van Tony Doelis. We hebben ook nummer 71 hier voorbij. Nummer 71, dat is het nummer van Jorn Hoffa. En nummer 81 komt hier ook nog voorbij. Dat is het nummer van Jeroen Adams. Zo zien we hier ook nog nummer 77. 77, dat is Thomas van Zweveld, gevolgd door nummer 306. 306, dat is het nummer van David, de baas. Hier hebben we dan ook nog het nummer 50. Het nummer 50, dat is het nummerplaatje van Rolf van Manen, gevolgd door nummer 467. 467 is Wallis Broeks. Hier zien we dan nummer 353 verschijnen. 353 wordt goed aangemoedigd hier aan de kantine met Jorre Peters. Hier zien we dan nummer 49 verschijnen van Fred van Zanten. Zo gaan wij stilaan voor het einde van de wedstrijd. Wij gaan zo meteen de bel horen wanneer dat is. Ook niet in de show. We hebben eerst een aantal andere rijders te gaan over die finish. We hebben hier nummer 82. En nummer 82, dat is het nummer van Dennis Seelen.
Wanneer onze koplopers zo meteen over die finish gaan rijden, dan gaan wij uiteraard de bel horen, want dan gaan zij de laatste ronde aanvatten van deze wedstrijd vandaag hier in Bessel. Houden we de bosrand aan de overzijde van de kantine goed in de gaten om te kijken wanneer onze koplopers daar de voorlaatste keer voorbij gaan razen en op die manier de punttrek nog gaan aandoen vooraleer dat zij de voorlaatste keer over die finish gaan rijden. Dus we gaan het even in de gaten houden wanneer het eerste rijder uit het bos komt gereden en rechts opdraait richting de punttrek. Zo zien wij ondertussen onze eerste rijder van onze C-klasse uit de bos rijden. En we hebben een sterk vermoeden dat het hier gaat over nummer 67. En dan zien wij ook de tweede renner daar uit het bos draaien. En we hebben het vermoeden dan dat dat de nummer 87 is, gevolgd door het nummer 75. We gaan uiteraard even afwachten tot wanneer dat zij de voorlaatste keer over die finish rijden. Dan gaan we kijken wie er momenteel nog is. Is dat het nummerplaatje 67 of is dat het nummerplaatje 87? We gaan even afwachten tot wanneer we hen zien verschijnen hier voor de kantine na de voorlaatste finish. En we horen de bel al gaan. Dat wil zeggen dat wij daar onze eerste rijder hebben die de laatste ronde is ingegaan. En dan kunnen wij hier vaststellen, dan kunnen wij hier zien dat dat het nummer 67 is. Dus het is nog steeds Rob Dekkers die tracht zijn voorsprong uit te bouwen op het nummer 87 van Mario Vrij, die momenteel op die tweede plaats rijdt. Maar gaat het nummer 75, gaat Teun Daniels dit zomaar laten gebeuren? Gaat hij nog eventueel de afstand dichten op nummer 2? Gaat hij hier als derde over die finish heen gaan? Of gaat hij trachten als tweede over de finish te komen? Momenteel hebben we 1, 2 en 3 reeds zien passeren voor die laatste ronde ingaande van voor de C-klasse. De laatste van de zes ronde. Hier zien wij ondertussen het nummer 70 van Axel van Broekhoven verschijnen.
Nog steeds in de semi zit daar nummer 125 van Sepp Kiels. Gaat hij in het wiel blijven zitten tot het einde van de rit? Of gaat hij zometeen het nummer 70 nog voorbij gaan? Hier zien wij dan ondertussen het nummer 33 verschijnen van Paul Daans. Dan hebben wij nummer 569. 569 is het nummer van Hakan de Meersaal. En op die manier gaan wij al onze renners laten voorbijkomen over die finish en hun laatste ronde laten ingaan. We horen op de achtergrond de bel gaan wanneer de rijders daar passeren. Dus iedere rijder zijn laatste ronde is ingegaan. We zien hier nummer 36 en dat is het nummer van Danny Schrooyer. Hij is eveneens zijn laatste ronde gestart. Zo zien wij dan het nummer 297 hier voorbij komen. 297 is Michel de Bakker. Dan hebben we hier het nummer 703 en het nummer 44. 703 is Peter Willemsen. Het nummer 44 was Dirk van Dijk. Dan gaan we kijken, hier hebben we nog een renner en dat is met het nummer 612. 612, dat is het nummerbordje van Robbie Lodewijks. En de bel gaat uiteraard voor al onze renners in deze klasse. We snijden de laatste ronde aan. We gaan de laatste keer versnellen hier aan de kantine. We zien hier het nummer 789 van de rails voorbij komen. En dan gaan we even kijken, dat is het nummer 72. En dat is het nummer 1. Kijk eens, Pieter van Patrick aan. Zo zien we hier het nummer 388 voorbij rijden, Karel Peters, gevolgd door het nummer 66. Punt nummer 66, dat is Jarno van de Velde. Nummer 432. En dan is het nummer van Guy van de Weijer. Hier zien we dan het nummer 608, gevolgd door nummer 69, 645 en het nummer 451. Nummer 451 is Jelle Damen. Hier zien we dan het nummer 328 voorbij komen van Kobe Dirks. Hier hebben we nummer 71 gerecht op de pedalen, gevolgd door de nummer 77. En dat is Bjorn Koffa, die gevolgd wordt door Thomas van Zweeveld. Nummer 483 zien we hier ook nog voorbij komen. En dat is het nummer van Peter Kuipers. En dan zien we hier een rijder passeren, al lopend weliswaar, met een lekker achterband. Hier hebben we dan het nummer 81, eveneens met een lekker achterband. Laatste noemde was Jeroen Adams met een lekker achterband. Hier hebben we nummer 353. 353 is het nummer van Jorre Peters. Yeah.
als dat eerste bochtje knipt, dan is het dat er een stuk. Hoe lang is het? Dat is best rommel, hè. Zet die maar in aan, dan moet ik nog denken. Maar ik kom wel daar, dat is goed. Dat is goed. Hier zien we dan op nummer 82 voorbij komen. En dat is het nummer van Dennis Seelen. Ondertussen mogen we ons stilaan opmaken voor de finish van de C-klasse. We hebben het wel gehoord, dat stukje is al voorbij. Dus nu gaan we kijken wie er als 1, 2 en 3 over die finishlijn komt. Zal het eerste plaatje dat we kunnen vaststellen het nummer 67 zijn? Of zal het nummer 87 zijn? Thank you.